In deze economisch moeilijke tijd moet vooral het ondernemerschap in Suriname worden gestimuleerd. Dit zegt Nadia Ramotarsing, ondernemer die in Nederland samen met haar partner een eigen kledinglabel heeft. We gaan niet uit de crisis komen door te blijven lenen, maar juist door te ondernemen. Alleen is het helaas niet zo makkelijk om in Suriname iets zelfs te beginnen. Het ondernemerschap wordt namelijk niet door de overheid gestimuleerd, geeft Ramotarsing aan. Ik heb gemerkt dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Want het ondernemerschapsmilieu hier, het wordt niet ondersteund, het wordt niet gevoed. En dat maakt het iets moeilijker. Dus ik zou zeggen, probeer toch ondanks de moeilijkere omstandigheden en de obstakels die je waarschijnlijk tegenkomt, toch door te zetten. Ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken die... Je zou wel bekend zijn. Jean-Luc van Charante heeft de Future Leaders and Entrepreneurs programma. Yes, al 2 jaar doet hij dat, als het goed is. Yeah. Of 3 jaar. 2 of 3 jaar. En ik sprak een van de deelnemers van niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor. En hij heeft een business opgezet. En alleen, hij kan het nu alleen op bestellingen doen. Want hij heeft geen vergunning gekregen van de overheid. Dat snap ik dan niet. Want dan heb je iemand, een jong persoon die gedreven is, die gepassioneerd is, die echt investeert in zichzelf om een goede onderneming neer te zetten. Hij wil zo graag, maar hij kan niet verder. En dat zijn dan de dingen waarbij ik dan denk van ja, dat is echt jammer. Maar tegen hem heb ik het ook gezegd, laat je niet tegenhouden. Ga door, vind een weg. Er is altijd een weg, al is het een omweg. Ga gewoon door en doe je best. Nadira Ramotarsing, ondernemer. Zij is de mening toegedaan dat het ondernemerschap in Suriname meer moet worden gestimuleerd. Vooral in deze economisch moeilijke tijd in het land.